kannen zijn de grond ingegaan op het moment dat ze verouderd waren en niet meer gebruikt werden. Ze lagen toen waarschijnlijk op de stelling van Den Helder, gewoon als in de opslag. En een inventieve geest heeft toen gedacht, oh, dat is een mooie meerpaal, die weegt lekker veel, die kunnen we ingraven. Hele zware gietijzeren kanonnen, gooien we niet weg, gaan we gewoon opnieuw gebruiken. Is dat een beetje Hollandse zuinigheid? Absoluut, zeker. Maar heel mooi, en wij vinden dat ook heel mooi, dat het hergebruikt is. Daarom laten we er ook 4 zitten, omdat we dat verhaal van dat industriële hergebruik ook hier willen vertellen. En we gaan er een mooi bord bij plaatsen. En dan kan iedereen realiseert zich dan dat dit gewoon een kopje van een, of de achterkant van een kanonsloop is. Dus dat is heel bijzonder. Ze werden in Luik gemaakt, het is een hele grote fabriek. En ze werden normaal gebruikt op schepen. Maar we werden ook vaak in de kustverdediging gebruikt, want het was eigenlijk hetzelfde systeem van verdedigen was dat dus. Ja, het ziet er mooi uit hoor. Doet u ook niet elke dag, hè? Nee, zeker niet. Nee, dit is de eerste keer. Ik zit al 23 jaar in het werk, maar dit hebben we nog nooit eerder gedaan. Mooi kanon? Het is een mooi kanon, ja. Waarom wil je deze kanonnen zo graag hebben? Nou, de stelling van Den Helder is natuurlijk, vraagt eigenlijk om dit soort attributen om weer tentoon te stellen. En we kunnen er een hele hoop gebruiken. Want ze kwamen ook waarschijnlijk oorspronkelijk uit de stelling van Den Helder. In ieder geval van de schepen van de marine af. Dus ze gaan weer terug naar de basis.